Veel kijkers van Holland's Got Talent dit jaar kennen de leuke en enthousiaste Buddy Vedder en Jamai Lohman als presentatoren. Maar sommige mensen vergeten dat ze ook de krachtige gouden buzzer hebben. Een lief stel tweelingmeisjes ontving dit geweldige cadeau van twee mannen. Ze kunnen rechtstreeks naar de halve finales gaan zonder zich te hoeven bekommeren om de opmerkingen van de vier juryleden. Senna en Danae stapten het podium op en kregen al snel gejuich van het publiek. Bekwame en bekwame dansbewegingen op de achtergrondmuziek van het nummer When We Grow Up zorgen ervoor dat iedereen verliefd wordt. Dan Carity was vol lof, straalde het hele lied door en was daarna vervuld van bewondering. Jullie twee zijn zo geweldig, vol kracht en energie. Als Dens gouden zoemer nog niet eerder is gebruikt, zal deze hoogstwaarschijnlijk van de twee meisjes zijn. En Chantal Jansen zei dat Senna en Danae het hele podium bezetten. De twee meisjes zijn erg slim, maar hebben ook ongelooflijke vaardigheden. Ook de vrouwelijke rechter was erg ontroerd toen ze hoorde wat het doel was van het examen. Als ze winnen, gaat dat geld naar arme kinderen en wordt het gebruikt om voor zwerfhonden te zorgen. Ze kunnen een PlayStation voor zichzelf kopen om games te spelen. De twee meisjes hebben ook veel vertrouwen in hun talenten. Ook in het interview voorafgaand aan het optreden staken zij hun intentie om de gouden zoemer in ontvangst te nemen niet onder stoelen of banken. Hun droom is uitgekomen. Met een werkelijk waanzinnige prestatie veroverden ze niet alleen de vier juryleden, maar ook de twee presentatoren. En de bijzondere gouden buzzer van de twee gastheren voor Senna en Danae is buitengewoon waardig. Giấc mơ của họ đã thành hiện thực với màn trình diễn thực sự ấn tượng. Họ chinh phục không chỉ 4 người giám khảo mà còn cả 2 người dẫn chương trình. Và Golden Buzzer đặc biệt từ 2 người dẫn chương trình dành cho Senna và Danae là vô cùng xứng đáng.